iedereen, welkom terug op ons kanaal en welkom weer bij een nieuwe video. Nou, zoals je misschien al weet, wonen Tara en ik allebei in Utrecht. En we krijgen heel vaak de vraag van jullie of wij toffe adresjes weten, leuke hotspots. Daar hebben we al een keer een video over opgenomen, dus die zal ik eventjes in het i'tje noemen. Maar in deze video wilden we nog net ietsje specifieker gaan en gaan we jullie laten zien op welke plekjes in Utrecht je heel lekker kan eten. Maar dan ook echt op een budget, namelijk maar voor 25 euro of minder. Nou, Larissa en ik houden heel erg van uit eten gaan. Maar goed, dat telt nogal op als je elke week weer uit eten gaat. Weet je, bij sommige restaurants ben je ook best wel een rib kwijt. Maar we kunnen dus in deze video ook laten zien dat het helemaal niet per se zo hoeft. En het is nog steeds lekker eten. En de tentjes zijn nog steeds gewoon gezellig met een casual vibe. Dus wat wij gaan doen in deze video is 5 verschillende tentjes laten zien. Met 5 verschillende keukens. Waarbij je dus voor minstens 2 gangen kunt eten. Zodat je lekker lang en gezellig kunt tafelen. Met ook minstens 2 drankjes. En wat we dan ook wel leuk en handig voor jullie vinden, is dat wij 2 minuutjes bij gaan delen. Zodat je een beetje een voorbeeldje hebt en een rekensommetje, zodat je kunt zien dat het echt maar 25 euro of minder gaat kosten. Nou, we weten dat niet iedereen uit Utrecht komt, dus we hebben voor deze video wel hotspots en plekjes gekozen die echt heel makkelijk te bereiken zijn. Vanaf bijvoorbeeld het treinstation, of ze zijn eigenlijk gewoon allemaal in het centrum. Ja, dat is wel centraal. Heel goed te bereiken, dus dat is heel erg fijn om te weten. En wat we ook alvast willen vertellen is dat de menu-ideetjes die we je zo meteen gaan laten zien, dat het echt maar gewoon een ideetje is. Je kan natuurlijk wat dingetjes weghalen, dingetjes erbij doen. Je kan het net zo duur als goedkoop maken als dat je zelf wilt. Maar het is gewoon een beetje een indicatie, een ideetje. Dus ik zou zeggen, laten we beginnen. Nou, allereerst de Spaghetteria. Misschien ken je deze tent wel, want hij zit ook in Amsterdam. Maar dit is een tent waar je lekkere pasta's kunt eten, Italiaanse pasta's. En dit is een plekje waar ik best wel vaak kom eigenlijk. Ze hebben 6 pasta's op het menu, waarvan er 3, of zijn ze allemaal wisselend? Nou, ze wisselen in ieder geval, of ze roleren. Dus elke keer als je erheen gaat, heb je weer een andere keuze. En dat houdt het ook best wel wat interessanter natuurlijk als je er vaak komt. En eens in de zoveel tijd zit er een truffelpastaatje op het menu. En daar ben ik echt fan van. Dus als die op het menu staat, dan ben ik er sowieso te vinden. Maar je weet het dus niet van tevoren. Ze delen dat niet op Facebook of op Instagram. Of zouden ze dat wel doen? Nee, volgens mij niet. Dus het is altijd een beetje van, ga erheen en kijk of je geluk hebt. Maar verder zijn echt alle pasta's heel erg lekker. En er komt ook altijd nog even een broodje bij. En ik vind het altijd een heel goed gevuld bord. Dus je kan sowieso hier je maagje goed rond eten. Een voorbeeld van een menuutje is de pasta penne. Dat is eigenlijk degene die ik altijd neem. En dat is eigenlijk een hele simpele en lekkere pasta met een rode saus. En die is €10,50. Dat is de goedkoopste op het menu. Maar dat is echt maar een favoriet wel. Daarbij kun je ook nog een salade nemen van €3. En dan bijvoorbeeld na een tiramisu. Die is echt heel erg lekker en groot. Die kan je eventueel vooral, ook nog delen. Maar jij kan misschien ook wel op in je eentje. Die is €6,50. En dan hou je eigenlijk nog €5 over om te besteden aan drankjes. Dus daarvoor kan je 2 keer een frisdrank bijvoorbeeld nemen. Of je neemt een wijntje. Of een biertje, iets in die trant. Maar je hebt dan nog €5 over om te besteden aan drankjes. Een andere optie voor een minuutje is dat je bijvoorbeeld een ravioli neemt met salie en botersaus. Nou, je moet wel geluk hebben dat die dan op het menu staat, maar die had ik laatst. Die is erg lekker. En dan als toetje de tiramisu. En dan hou je nog €6,50 over voor drankjes. Dus je kunt er nog een frisdrankje bij nemen. En dan bijvoorbeeld bij het toetje nog een kopje koffie. Nou, onze ervaring is eigenlijk dat je vaak de salade toch wel deelt. En het toetje eigenlijk ook. Omdat de pasta's best wel vullen. Dus het kan allemaal nog goedkoper. Maar als je all out wil gaan, dan zijn dit hele goede opties. Nou, een andere leuke tent waar wij graag komen is An An. Deze zit op de Voorstraat en dit is een Vietnamese streetfood tent. Je herkent hem wel een beetje aan de gekleurde krukjes en zo die buiten staan. We vinden bij deze tent het interieur echt wel heel erg leuk. En het eten is ook gewoon heel erg lekker. Nou, bij An An kun je verschillende kleine hapjes eten als lunch en diner trouwens. Maar we hebben dus nu gekeken voor diner. Dus het is echt wat meer shared dining. En dat is wel heel erg leuk, want dan kan je gewoon lekker veel proeven. Dus wij hebben een beetje gekeken naar een shared dining idee met z'n tweeën waarbij je wat dingetjes deelt. En het voorbeeldje die ik nu ga noemen is een beetje met voorgerecht, snacks en hoofdgerecht. Dus stel, je neemt vega dumplings om te delen. Dan neem je ook nog de fried shrimps. Dan kon je kiezen, dus je neemt 3 soorten spring rolls. Eentje met kip, eentje met avocado en mango, eentje met tofu. En dan voor het hoofdgerecht kies je nog voor de stir-fried noodles en pho. Wat natuurlijk heel erg lekker is. Dat is echt onze favoriet. Mm-hmm. Dan hou je nog iets van €10 over aan drankjes. Dus ieder 2 drankjes per persoon. En dan zit je op de €49,75 in totaal. Dus dat is €25
BB. Nou, en ben je zoals ik heel erg dol op desserts, dan is het natuurlijk ook mogelijk om een paar dingetjes om te wisselen. Je kan bijvoorbeeld de fried shrimps en de tofu roll omwisselen voor 2 ijsjes. En dan heb je ook nog 2 hele lekkere desserts in je menuutje. Nou, de kaart bij Ann Ann is echt super uitgebreid, dus je kan er echt van alles en nog wat vinden. Maar dit zijn een beetje een paar van onze favorieten. En wat ook heel erg fijn om te weten is dat ze ook heel veel vegetarische varianten hebben. Dus ja, volgens mij is er voor ieder wel wat wils hier te vinden. Nou, in Utrecht ben je ook echt aan het juiste adres voor een lekkere hamburger. We moeten zeggen dat er echt best wel veel hamburgerplekjes zijn in Utrecht. Maar onze favoriet is toch echt wel de Burger Federation, want die heeft naar mijn smaak of onze smaak echt super lekkere burgers. En de prijsjes zijn dus ook heel erg lekker. Dus daarom konden we die meenemen in onze top 5 in deze video. Ja, en wat wel leuk is dat de Burger Federation, die vind je dus in Hoog-Catharijne. Nou, we zitten nu in de herfst. Het regent echt ontzettend vaak en veel. Mm-hmm. Het is gewoon vies weer. Dus soms wil je ook niet per se de stad ingaan, maar wil je wel shoppen en dan kan je het lekker doen in Hoog-Catharijne. Het lijkt bijna een gesponsord post nu ik dit zo zeg. Ja. Is niet zo. Maar het is wel gewoon heel erg chill dat hij dus in dat gedeelte zit. Nou, bij de Burger Federation heb je een aantal verschillende burgers die je kan kiezen en we hebben daar dus 2 minuutjes voor bedacht. En het eerste minuutje is een BLT, de Classic Hamburger, de Classic ja, Burger. Wij gaan eigenlijk altijd voor Classic. Ja, zeker. Die is echt lekker en chill. Die is maar €14,50, dus dat is ook een heel goed prijsje. En daarbij komt ook al automatisch frietjes. Dus dan heb je dat echt, ja, heb echt gelijk eigenlijk al een hele maaltijd. Nou, als je die wil aanvullen, kan je daar bijvoorbeeld nog een kleine frisdrank bij nemen, een kleine bier. En dan hebben we zelfs nog plek om een voorgerecht te nemen of een dessert. Als je voorgerecht wil nemen, dan kan je bijvoorbeeld kiezen voor de onion rings of een set met chicken wings. Dus dat is echt best wel wat voor de hamburger. Ik bedoel, je moet wel groot, ja, best wel wat honger hebben, wil je dit allemaal op kunnen. Ja. En als je wat meer houdt van dessert, dan kan je bijvoorbeeld kiezen voor de Limburg Pie. Die is €4,50 en dan krijg je gewoon een super lekker stuk taart na je hamburger. Nou, aan de vegetariërs onder ons hebben we ook gedacht. Je hebt hier namelijk ook een falafelburger. Deze kost €14,50. Als je daar nog een drankje bij neemt, kost ongeveer €2,50. Nou, dan zit je alweer op een prima bedrag van €16,50. Dan kun je ook nog voor een toetje gaan. Ik denk dat ik eerder voor een toetje zou gaan zelf dan voor een voorgerecht. Want het is echt wel vullend. En dan kan je bijvooorbeeld een Sundae's ijsje nemen. Van maar €5,50. En dan kom je uiteindelijk op €25. En ja, dan heb je dus echt 2 gangen. De Burger Federation is volgens mij ook een franchise. En zit het nog op andere plekken in Nederland. Maar ik vind wel dat het gewoon heel erg leuk en gezellig aanvoelt. Het is heel erg leuk aangekleed. Je hebt meerdere soorten plekjes. En bij het filiaal in Hoog-Catharijne kan je gewoon lekker naar buiten kijken. Mensen kijken ondertussen. Dus dat is altijd wel heel erg leuk. Nou, naast hamburgertenten hebben we in Utrecht ook ontzettend veel pizzatenten. Zijn er een hele hoop heel erg goed. Maar wij vinden de pizzabakkers bijvoorbeeld wel heel erg goed. Er zitten meerdere filialen over Utrecht verspreid. Zoals bijvoorbeeld op de Voorstraat. Dat is wel een leuke straat. En je kunt er gewoon heel lekker pizza eten. Nog een toetje erbij. En je bent gewoon helemaal klaar. Ik zal even een minuutje voorlezen. Voor de vegetariërs, een pizza margherita. Als je daarnaast nog bijvoorbeeld een glaasje witte wijn, Pinot Grigio, neemt. En nog een panna cotta als toetje met een scrapino, altijd lekker. Dan zit je rond de €23,70 in totaal. Dus dat is onder de €25. En dan ben je toch wel 2 gangen lang aan de tafelen, wat ik wel heel gezellig vind. En voor het andere menu ideetje of suggestie. Heb ik bedacht een pizza met venkelsalami. Die is echt heel erg lekker. Met daarbij. Dat is echt een van onze favorieten. Met erbij 2 glaasjes Nero d'Avola. Dat is rode wijn. Ja, ik ben er al van op de hoogte dat ik nu 2 minuutjes met alcohol heb gedaan. Maar dat is wel heel erg lekker bij je pizza. Je kunt uiteraard ook voor frisdrank kiezen. Dan wordt het bedrag onderaan de streep nog wat lager. Dan kan je als toetje nog een tiramisu nemen bijvoorbeeld. Met ook nog een cappuccinootje erbij. Dus dan heb je eigenlijk 3 drankjes. Een hoofdgerecht en een nagerecht. En dan ben je maar €24,60 kwijt. Nou, de pizza's bij de pizzabakkers zijn ook echt gewoon super lekker. Dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk om te weten. En wat ook heel erg chill is, mocht je het niet op kunnen, dan kan je het ook altijd gewoon mee naar huis nemen. Want ze hebben altijd van die dozen klaar liggen. En dat is helemaal niet raar om te vragen of je het mee naar huis kan nemen. En dan kan je het echt nog heel erg goed opwarmen. Ja. Het volgende restaurant in ons lijstje is Kartoffel. En dat is een restaurant met de Duitse keuken. Nou, daar weet ik niet eens of we daar er nog eentje van hebben. Maar dit is echt een heel leuk en gezellig restaurant. Zit aan de Oude Gracht, dus dat is echt een hele goede toplocatie. En bij Kartoffel kan je echt terecht voor, ja, natuurlijk de Duitse keuken. Je hebt heel veel lekkers om uit te kiezen. En het zit in de
kelder, hoe noem je dat ook weer? In de werfkelder, dus het is altijd heel erg gezellig. Heel veel mensen. Dus het is ook groot nog een, ook, vind ja, ik. Ja, het is best wel ruim. Er kunnen echt heel veel mensen lekker dineren. En er zit ook nog een soort van biergarten bij. Ja. Dus je kan er echt, zeg maar, begin van de avond naar binnen gaan. En misschien pas uren daarna naar buiten. Mm-hmm. Want het is wel echt heel erg gezellig en lekker casual. Nou, voor het eerste menuutje kan je bijvoorbeeld gaan voor een mandje brood. Dat is eigenlijk een pretzel met daarbij paprika roomkaas. En dan zou ik als hoofdgerecht toch wel echt gaan voor de schnitzel. Schnitzel. Ja, die is je krijgt lekker. Echt best wel een grote, ja, grote schnitzel op je bord. Daarbij natuurlijk wat rauwkost, wat salade en aardappeltjes. Mm-hmm. Echt heel erg lekker. Die is €13,75. En dan hou je eigenlijk nog wel €7 over wat je kan besteden aan drankjes. Dus je kan natuurlijk gaan voor een biertje. Dat past wel echt heel erg goed bij. Ja, die komen ook in van die, in die pullen. Ja, maar de frisdrankjes komen ook in die pullen. Dus ja, je kan dat geld nog besteden aan drankjes. Nou, een gerecht dat wij ook heel erg lekker vinden bij kartoffel is de halve kip. Deze komt met een cranberry compote, aardappelsalade en een koolsalade. En nou, daar heb je eigenlijk al een heel gerecht voor je. En dan kun je als toetje nou ja, de appelstroedel doen. Dat is echt zo'n lekker. Dat is zo goed. Het is zo goed. Ja, en die kost maar €3,75. Dus dat is echt niet normaal. Nou, daarnaast moet je natuurlijk wat drinken. Daar hou je nu zo'n €6,50 voor. Dus je kunt sowieso nog een biertje bij je hoofdgerecht doen. En misschien ook nog een koffietje of een theetje bij je nagerecht erbij bestellen. Als je dat zou willen. Wat trouwens wel heel erg leuk om te weten is. Is dat ze ook havermelk cappuccino's hebben daar. Ja. Hoe heette die ook alweer? Hafnervlokken. Hafnervlokken cappuccino. Ja, ik weet het eigenlijk niet precies. En wat natuurlijk ook wel ja, een classic is, is dat ze daar ook nog braadworst hebben en ontkoeriewoest. Het gerecht kost maar €12,75. Dus dan hou je nog meer geld over voor een extra biertje. Nou, de restaurants die we hebben genoemd in deze video, daar zijn we echt al veel vaker geweest. We vinden het heel erg fijn om hier te komen. En speciaal voor deze video moesten we natuurlijk wel wat beelden schieten. Dus we zijn de afgelopen twee weken ongeveer, ja, best wel vaak uit eten geweest. Vijf keer uit eten geweest om voor jullie deze video te kunnen maken. Ja, en vreselijk was het. Ik zou willen zeggen, vreselijk. We hebben ons ervoor moeten opofferen, maar ik zal eerlijk zijn, het was nou niet echt een straf. Nee. Nou, wij zijn heel erg benieuwd wat jullie van dit video-idee vonden. Of jullie dit ook leuk vinden, of jullie er enthousiast van zijn geworden. Wij in ieder geval wel. En we zijn ook wel benieuwd of jullie überhaupt wel eens in Utrecht komen. Hopelijk, misschien nu wel. Ja, en mocht je wel eens in Utrecht komen en misschien ook leuke tips hebben. Ik vind het heel erg leuk om te weten wat jij heel erg leuk vindt in Utrecht, waar jij naartoe gaat. Dus laat het vooral eventjes achter in de comment. Geef deze video een duimpje omhoog als je hem weer leuk vond. Vergeet niet op die abonneerknop te drukken als je nog geen abonnee bent. En laat ook zeker even een reactie achter, want we horen graag van je wat je dus van de video vond. Ja. Dus, tot in de volgende video. Doei! Doei!